was heel geestig. En dat zit bij ons wel in de familie. Het relativeren van dingen. En erg dol op zijn familie. Ook zijn zusters en zo. Ik heb dozen met brieven die hij uit de oorlog ook aan zijn zusters schreef. Dozen met brieven. Een hele lieve vader, maar die heel veel weg was. Want die oude Indië vluchtte en zo. Daar waren ze heel lang weg. En de tijden dat hij terug was, die waren maar kort. En dan zat hij meestal nog op Schiphol dingen te regelen daar. Zelfs als we met vakantie waren in Haemstede, had hij een sportvliegtuigje. Dat was van een vriend van hem, die zat in Indonesië. En dat stond in een boerderij vlak bij ons huis. Zo leerde hij ons aardrijkskunde. In zo'n klein sportvliegtuigje lagen we ergens in de achterboven. En dan was het Rotterdam en dan alle Zeeuwse eilanden, Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland. Zo leerden wij aardrijkskunde. Na de oorlog werden er van die testvluchten gedaan, proefvluchten gedaan. Dus de machine dus onderhouden was. En ook, mocht de hele klas mee. Ik was dus erg populair. Mijn vader, weet ik wel, en Plesman waren het niet altijd eens met elkaar. Nou, ze stonden wel eens scherp tegenover elkaar, maar toch goed verder. Hij heeft natuurlijk een naar leven gehad, is twee zoons kwijtgeraakt. Jan in Engeland en Hans in Bari. Ja, Plesman heeft mijn vader persoonlijk uit Soesterberg geplukt, samen met Vierely. Ik denk ook dat het een hele goede piloot was. En dat Plesman dat wel besefte. Hij moest naar Amerika. De eerste keer was dus om een metalen vliegtuig te kopen. Hij heeft dus met die vliegtuigen daar gevlogen. En was daar enthousiast over. Of het nou voor die Melbourne race gekocht is. Het was voor ons ook spannend natuurlijk. Want mijn grootvader stond constant Hofplein in Den Haag, waar het hoofdkantoor van de KLM in de tijd was, te luisteren en hoorde de laatste berichten. We wisten wat de volgende plaats was, laat ik het zo zeggen, waar die naartoe ging. Maar gedurende die vlucht was er met ons geen contact. Waarschijnlijk wel met Schiphol, maar niet. Maar het was hoofdzakelijk de pers die het contact onderhield, hoor. Wij waren kinderen, maar ons was wel geleerd om heel gewoon te blijven. Je moet niet vergeten, iedere vlucht in die tijd was bijzonder. Ik weet verhalen dat ze naar Indonesië vlogen voor de oorlog dus. Ook met Dakota's en ook met Fokkers. Maar dat constant pech was. En dat er weer motoren uitvielen en dat ze weer moesten wachten op een nieuwe motor. En dat ze ergens vast zaten. En er waren dus ook verhalen dat bijvoorbeeld de DWK, dat ze in de woestijn ergens moesten landen. En dan stuurden ze die met z'n blote voeten over de vleugel dat hij zijn voeten verbrandde. Weet je wel, zulke soort dingen. Dat zijn wel verhalen die we hoorden dus. En trouwens, ik bedoel, ze leefden op blikken in die machines toen. En er was geen kok aan boord. Ook in mijn tijd waren het al flinke vliegvelden en goede startbanen. Maar het was ook dat ze gewoon bijvoorbeeld wel gewoon in de woestijn landden. En dat er een mannetje kwam met benzine erin gooide. Verder was er misschien een hutje waar ze naartoe konden. En ze konden douchen of wassen. En er stond een bed. En er zal ook wel wat eten geweest zijn. Maar onderweg eten, er was natuurlijk geen steward aan boord. Die bestonden toen nog niet. Ik denk dat ze om moesten vliegen. En dat ze dus moesten noodlanden in Albury. Ik denk dat de hele wereld meeleefde. En alle inwoners zijn met auto's aangekomen en hebben de koplamp aangestoken en zo konden ze landen.
enige wat ik weet dat het een enorme opluchting voor heel veel mensen was. Dat het goed afgelopen was. Want het is voor een paar niet zo goed afgelopen. Ontvangst op Schiphol was heel feestelijk. We werden bedolven onder de bloemen, dat herinner ik me nog. En verder was het natuurlijk een enorme massa mensen. Ze waren, dat kan ik ook op de foto zien, een beetje overweldigd eigenlijk door al die aandacht. Ze hebben dat niet zo verwacht. Het is jammer dat hij zo jong overleden is. Daar heb ik heel veel narigheid van gehad. Ik heb vaak gedacht, was je er nog maar. Voor mij was hij een held, ja. Hij was mijn held.